Edwin, ik heb een opdracht voor je. Ik heb 3 ballen meegenomen. Daarvan moet er 1 op doel. Willem, je weet, je hebt er 2 te veel meegenomen. Willem, je weet toch, ik geef me 3 ballen om 1 erin te schieten. En 1 heb ik toch genoeg. Die andere 2 had je net zo goed binnen kunnen laten. Hoe lang kennen we elkaar nu al? Trouwens, wie is je beste jeugdtrainer? Ja, je was een goed duo met Maurice Graaf, moet ik zeggen. En ja, kijk waar het nu toe heeft geleid. Hè. Dus, ja. Wie heb jij eigenlijk geslapen? Toen jij aan je profcarrière begon. Wie was dat ook alweer? Kom je nou allemaal met zo'n vragen? Nee, inderdaad. Het was voor mij fijn in die tijd dat ik bij jou inderdaad mocht logeren. Dus, dit jaar is het een paar keer andersom geweest. Hè? Dus Maar het verschil is eigenlijk, ik had elke ochtend een ontbijtje voor je klaarstaan. Jij niet voor mij, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Maar je weet, jij had nooit zijn honger, hè? En ik kon altijd goed eten, dus ja. Enerzijds. Dus eigenlijk had jij bij anderen meer dan dat je thuis eet? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, zo ben ik eigenlijk. Mijn moeder zei altijd van, als je ergens bent, dan moet je goed laten zien dat je goed kunt eten. Ah, nee, maar dat was ook heel snel duidelijk. Heb je het naar je zin? Ja, zeker naar mijn zin. En draai je goed op dit moment, hè. Dus zo is het voetballen wel leuk, hè. Vertel eens wat over Rode JC. Over de club, over de supporters. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, Roda is gewoon een hele fijne club. Gemoedelijk, familiesfeer. En vorig jaar natuurlijk een moeilijk jaar gekend. Maar nu goede voorbereidingen gedraaid. En nu komt de club er een beetje erbovenop. En dan zie je dat alles weer wat positiever wordt. En de sfeer in het stadion ook. De supporters gaan ook wat meer achter ons staan weer. En het is mooi om te zien. En je eigen functioneren, ben je tevreden op dit moment? Of zeg je van, het kan nog veel beter? Ik weet het antwoord eigenlijk al, maar ik wil het toch graag van jezelf horen. Ja, je weet dat het bij mij altijd beter kan. En daar doelde je natuurlijk op. Maar vorig jaar inderdaad een beetje moeilijk gehad. En met de hele club natuurlijk. En nu draait het goed, dus dat moeten we zien te vasthouden. Nou Willem, we hebben een leuke middag met elkaar weer gehad. En ik ga in ieder geval tevreden naar huis. Ik hoop dat ik je niet te lastig heb gemaakt met al die vragen. Maar het valt achteraf wel mee. En hoe het in het voetballen gaat, op het veld ben je vijanden en buiten het veld ben je vrienden. Dus op dit moment staan we buiten het veld, dus gaan we als vrienden weer verder. Nou, kom aan, vriend.